Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube. Mensen, we zijn er weer, Wiekiek Holland, vanuit een andere kamer, locatie, plek. Tuurlijk, er zijn ook plekken voor buiten. Hè? Daar kan ik ook nog steeds mijn review opnemen. Maar dit is maar eigenlijk mijn werkplek. Mijn mancaveje. En daar moet nog wel wat aan verspijkerd worden. Ik heb sowieso, ja, hoe kan het ook anders? De koffiebeukenposter die ik van Rock City Brewing had gekregen. Een paar jaar geleden alweer dat we een bier uitbrachten. De koffiebeuker. Deze hing altijd in de garage. En ik had nu zoiets van, deze moet gewoon hier op deze kamer. Niet zo leuk vind ik om naar mezelf te kijken, maar het is gewoon een legendarisch iets. Mooie tijd, mooie tijd. We gaan weer beginnen. Jawel! En ik trap af met, hij is nog een beetje koud. Ik heb hem denk een half uurtje uit de koelkast. Nou, iets minder. 20 minuten uit de koelkast. Het is Baron Brouwerij. Het is de Intrige. Het is een Armorak Infused. Check it out. Ik laat eerst even het etiket zien. Allereerst ziet er erg goed uit. Hij is een beetje gebobbeld, maar dat komt door mij. Want hij was vrij koud. En ja, zoals je weet, dan gaat op een gegeven moment het etiket een beetje, een beetje anders doen. Ik moet wel voorbij vertellen, ik heb hierboven mijn licht en nog wat licht van buiten. Ik ga daar wat anders mee doen. Ik heb nog zo'n mooie, noem je dat, zo'n ledlicht. Dan is het licht constant. Dus excuus voor de belichting in dit geval. Komt helemaal goed. Oké, waar praten we over? Ik lees even een stukje voor. Intrige Armorak Infused. Open de deuren naar een wereld vol mysterie en elegantie met Intrige Armorak Infused. Een rijke creatie van Baron Brouwerij in samenwerking met Clès des Ducs. Intrige Armorak Infused vormt een sleutel naar de verhalen over rijkdom, intriges en geheimen. Elke slok geeft een stukje prijs van de overleving van Baron Brouwerij. Onze bieren vormen het perfecte gezelschap voor gezellige avonden waar verhalen worden gedeeld, herinneringen beginnen en vriendschappen ontstaan. Baron Brouwerij, waar bier met passie en goud glinsterend genieten, een kunst. Ja, dat moet ik erbij zeggen. Je ziet ook gouden elementen. Ze hebben er dus ook gouden elementen in het bier zitten. En ik weet nog niet of dat deze ook was. Maar dat gaan we even bekijken. 8,9%. Ziet er goed uit. Tenminste, houden we tot september 2026. Ik moet zeggen, ik heb deze al enige tijd staan. Omdat ik natuurlijk ook eventjes een soort van sabbatical heb genomen. Hoe je het ook wil noemen. Maar uiteraard, deze moest gereviewd worden. Dat moet, omdat ik dat gewoon wil. En ook omdat ik dit verkregen heb, uiteraard, van Baron Brouwerij. En super tof. Echt hele aardige mensen. Ik heb ze persoonlijk ontmoet. Leuk jullie te ontmoeten. En prachtige bieren. Echt. Ik heb er een aantal geproefd. En echt waar. Daar moet ik echt heel eerlijk in zijn. Echt waanzinnig lekker. Goed in balans. Ik hoop dat het met deze ook zo is. We gaan het zien. Yes. Proper glassware, lieve mensen. Check it out. Super mooi glas. Themenglas volgens mij. In ieder geval de vorm. Ik weet niet of het er ook echt een... het is in ieder geval de vorm. We gaan hem openmaken. Here we go. Een licht zesje. Perfect. We gaan hem inschenken. Here we go. Ja, hij is inderdaad vrij licht qua kleur. En ik weet even niet meer zo heel goed, dat is al enige tijd geleden, dat deze is op basis van, het kan zijn de triple, maar dat weet ik niet 100% zeker. We gaan het even bekijken. Maar in ieder geval, volgens mij staat het er niet op. Intrige. Staat overigens ook nog op kruidig, licht fruitig. Ja. Ziet er goed uit. Oké, al met al, de kleur. Super mooi. Mooi helder. Klein beetje wat meekomt uit de fles. Dus een klein beetje gruis noem ik het maar. Of, god. Zie je, ik ben er al een tijdje uit.
Dat dus. Jij gaat hem voor mij invullen. Ik ben hem nu heel veel kwijt. Maar het is inderdaad gist. Gist. Ja, ik kan er dan iets goed tegen, hè? Dat ik dan even niet weet. Maar goed, in ieder geval ziet er goed uit. Een klein beetje depot of gist, hoe je het ook wil noemen. Ziet er goed uit. We gaan kijken wat hij doet in de neus. Oeh, ja. Ruikt mooi. Inderdaad, ruikt kruidig, fruitig. En vooral dat kruidig, dat zit er wel lekker in. Ja, ruikt erg goed. Amarak, help mij even. Ja, het is natuurlijk een dranksoort, maar ik ben heel even kwijt wat dat ook alweer was. Maar goed, in ieder geval, hij ruikt super goed. We gaan kijken wat hij doet in de smaak. Proost. Oeh. Dit is echt lekker. Fruitig. Die komt ook echt goed terug nu. In de neus vond ik hem inderdaad wat kruidig. En de smaak is hij toch iets meer fruitig. Super lekker. Wel een mooie combinatie. Dus in de neus kruidig en in de smaak fruitig. Hij proeft echt goed. Je merkt inderdaad dat er een infused, zeg maar, in zit. Ik weet even niet de kenmerken van Armarak. Maar hij is echt, hij smaakt goed. Hij smaakt echt goed. Vol van smaak. Nogmaals, naar mijn weten, ik dacht op basis van de triple. Maar in ieder geval, ik krijg wel die triple kenmerken terug in combinatie met die dranktonen. Super mooi, super lekker. Heerlijk. Nogmaals, Baron Brouwerij, dankjewel. En check ook even hun Instagram en hun website. Die is overigens ook zeer netjes. Je kan daar gewoon hun bier ook bestellen. Hè? Gewoon probeer het een keer. Allereerst, je weet het, ik ben gevoelig voor etiketten. En het moet allemaal een beetje mooi zijn. Dit is mooi. Het ziet er goed uit. Wordt ook dus met goudvlokken. Hier zie je ook wat vlokjes op het glas. Ik weet niet of je het kan zien. Maar het zit er ook wel echt in. Het glinstert een beetje. En dat is een beetje hun kenmerk. Super mooi. Ik heb nog een bier van deze brouwerij staan. En die wordt uiteraard ook nog gereviewd. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, liken, delen en abonneren. We zijn gewoon weer terug. Geen idee hoeveel of wat dan ook. Ik probeer het een beetje met mate. Dat deed ik eigenlijk de laatste tijd ook al. Het is gewoon weer even een opstartmoment. Hè? Andere achtergrond, andere vibe. Ik wil het nog meer gaan aankleden. Misschien reviews wat korter. Heb je tips, trucs, weet ik veel wat. Stuur even een berichtje. Dat kan uiteraard naar biergeekholland@gmail.com. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon via de socials. Instagram, Facebook. We gaan gewoon weer knallen. Althans, met mate. Knallen met mate. Gewoon genieten van mooi bier. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Cheers.